Zo, dames en heren, voordat de video begint wil ik jullie even laten weten dat we onwijs in spanning hebben geleefd deze afgelopen dagen. Ik wil jullie daarin even meenemen. Woensdag gingen we onderweg naar Zweden. We rijden 12 uur ongeveer, krijgen we op deze bericht van ja, ze zoeken mensen met gele kentekens of Nederlands kentekens, Schalke mensen, vak P-kleding, tatoeages, jongeren voornamelijk met z'n tweeën in de auto. Dat waren precies wij. Op dat moment dachten we, gaan we naar Oslo, want er was nog 4 uur ongeveer, en naar Stockholm ook. Toen kwam ik met het idee van, wat als we de auto bij het treinstation verderop neerzetten, dat we 2 uur ongeveer omrijden. Daar de auto neerzetten, met 2 uur met de trein naar Stockholm gaan. En dan vanaf daar even gaan kijken. Of gaan kijken, gewoon daar naartoe gaan. Ja, het was echt heavy. Het was een klopjacht. Je kreeg al foto's binnen dat mensen uit Nederland op de grond lagen. Autoramen werden ingeslagen. Ik kreeg ook nog bericht van andere mensen uit Zweden dat het een en al chaos was. Dat ze met 5 auto's om je auto heen kwamen staan, je ruiten begonnen in te slaan, je banden lek steken. Ook gewoon gezinnen die daar waren, die zijn er dupe van geweest in ons hotel. Die hebben helemaal niks met voetbal te maken. Die waren daar gewoon op vakantie. Ja, het was echt een groot avontuur. Ik zeg, enjoy de video. Er is heel veel gebeurd. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Hele goede morgen, beste avonturiers. Vandaag ga ik naar Zweden. Ik ben onderweg naar Ronald. Hij had mij gisteren nog een berichtje gestuurd rond 8 uur. Van joh, wat doe je morgen? We zijn in een mini roadtrip. De jongens zouden eigenlijk naar FC Twente gaan. Maar door de rellen en dat soort dingen, of door de rellen, zijn de Twente supporters niet meer welkom. Maar ja, alles is al geboekt. Niemand heeft meer zin om te gaan. In eerste instantie zou ik helemaal niet meegaan. Maar Ronald wou er graag naartoe. Dus ja, wie ben ik? 10 minute ventjes. We gaan gewoon naar Zweden. Ik heb er gewoon zin in. Het is nu 16:30. 5 uur moet ik in Enschede zijn. Dus een half uurtje rijden ongeveer. Dus ja, ik zie jullie zo. Onze missie voor deze dagen is om in dit stadion te komen en toch nog die wedstrijd te gaan kijken. Maar ja, we gaan het zien. Ik neem jullie weer mee op avonturier. Op het avontuur van ons. Ik zie jullie zo. Zo, dames en heren, daar zijn we. Tankstation, even tanken. Ik zal even jullie laten zien hoe ver we nog moeten. Het is nog wel ver. Internet doet hier nog niet zo. We moeten nog 9,5 uur. En dan zijn we in, waar gaan we naartoe? Stockholm gaan we heen. Zo, de knitters. En dan hopelijk morgen een ticket bemachtigen voor de voetbal. Hammarby tegen FC Twente. Ja, we zijn voor Twente, maar we moeten gewoon even een thuisticket fixen ergens. Misschien een shirtje kopen van hun club, maar je weet het niet. Misschien ga ik het erop gooien dat ik YouTube video's maak, dat ik dan daar iets mee kan pakken, maar we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Autorit hoef ik niet te filmen, is niet zoveel gebeurd, maar we gaan het zien. Check deze nieuwe waggie. Blazen met dat ding. Denemarken. dames en heren, daar zijn we weer. Na 17 uur inspanning, nou eigenlijk niet, de laatste paar uren waren heavy. Waarom? Ik zal het wel even erin editen waarom. We rijden met een Nederlands kenteken, Zweden in. Een paar uur van Stockholm hebben we de auto geparkeerd in een parkeergarage. Toen moesten we nog anderhalf uur met de trein, zijn we nog verder gegaan. Te ver, uitgestapt, moesten we weer terug. Heb ik nog zo'n zwart gereden stuk. Zoveel, ja, allemaal mensen op straat hier, hooligans, die proberen met je te praten om te checken waar je vandaan komt. Ik denk, jullie hebben het allemaal wel gezien wat er is gebeurd. Zo niet, gooi ik het er nog even in. En dan ja, voor nu lekker slapen, 17 uur met de auto gereden, met de trein nog, maar we zijn aangekomen. Hotelkamer, lekker chill, zo meteen even douchen en dan ja, gaan we morgen maar even kijken wat we gaan doen. Ik denk even een voetbalwedstrijdje meepakken. Maar ja, we moeten wel Engels praten, want als we ze horen dat we Nederlands zijn, dan... Finito. Is dat klaar? Is dat afgelopen? Good morning mensen. We zijn weer eerste nacht overleefd. Ik wil jullie even laten zien waar er allemaal mensen stonden. De hooligans, om te kijken waar wij vandaan kwamen. Daar stonden ze, op de hoek. Daar voor en daar achter. Dus ja, wat deden ze eigenlijk? Kijken of luisteren waar je vandaan kwam. Als je uit Nederland komt en je praat Nederlands hier, rennen voor je leven. Dus ja, seizoen, een klopjacht. Wat het nieuws ook zegt. Ik had niet verwacht dat het zo erg was, maar ja, we waren onderweg. Dus ja, Stuk TV, leer wat van deze mensen. Crazy shit. We gaan vandaag naar het stadion. We gaan even een shirtje van hun kopen. Even kijken of ze tickets kunnen bemachtigen. We doen het op de vlogway. Misschien dat we binnenkomen. We gaan het zien. En oh ja, ik moet ook nog andere kleding halen. Want die verwijst de stads, de buitenlands voor je. Echt raar dat je gewoon niet je eigen taal kan praten als je buiten bent. Terwijl je wel met je eigen mensen bent. We gaan het meemaken. Zo, dames en heren. We zijn omgekleed. Mocht ik nog wat verder gaan vloggen nu, is het in het Engels. I'm sorry. Maar English is not that good, but we have to live. We have to stay. We gaan weg van ons zeefhuis. We gaan nu naar de fanshop. Even kleding kopen. En dan... we gaan even kleding kopen van de andere club. En dan, ja, we zien het allemaal wel. Mocht ik jullie niet meer zien, I love you guys. So, now we're walking in the middle of the street, of the centrum of Stockholm. Look, Nederlandse vlag. It's very beautiful here. Look, the buildings. Oh. Zo, dames en heren, we zijn er. Hometown. Hartje Stockholm. Spannend. Dames en heren, nooit gedacht dat we hier zouden lopen. Tele2 Arena. Hammarby. Vanavond, we zijn er nog niet. We moeten nog even tickets halen. Maar we lopen er wel. Hey. Team chaos. Team niet barkie. Na alle rellen, alle dingen. Nederlanders op klapjoch, op klopjacht. Of jachtklop, voor mij dan. Ja, we moeten nog steeds heel voorzichtig zijn. Engels praten. Rare kleding aan. Of ik heb nog steeds hetzelfde aan eigenlijk. Maar de shirtjes en de sjaaltjes zijn gekocht. Dus ja, we gaan even kijken als we een ticket kunnen fixen. Zo, dames en heren, dit shirtje is gehaald. Ik heb er even een truitje onder gedaan. Want ik ga geen jas erover doen, want ik ben natuurlijk Hammarby fan. We voelen de spanning allebei. Het is echt om te snijden. Snijden. Om 6 uur gaat het loketje open om tickets te halen. Dus ja, dan gaan we even daar naartoe. Hopelijk dat we daar als eerste zijn, dat we nog een ticket kunnen krijgen. Als ze niet lastig gaan doen dat we uit Nederland komen. We hebben een verhaaltje bedacht, of tenminste, we gaan iets bedenken. Dat we YouTube-video's maken over de sfeeracties daar, of over alle stadionnen. En dat we dat gewoon filmen en op Insta zetten of op YouTube. Wie weet, misschien kijken ze door de vingers en misschien niet zenuwachtig. Zo, dames en heren, daar staan we dan. Moet je even kijken wat er gebouwd is. En je gaat nooit wat ik heb. Een ticket. Doei. So, ladies and gentlemen, it's time to get in. Dames en heren, het is zo raar om hier te zitten met je Hammarby-shirtje aan. Daar zitten de ultra's, wat jullie allemaal hebben gezien op het nieuws. De gekkigheid, de losgeslagen monsters, de losgeslagen reptielen die de Nederlanders in elkaar hebben geslagen, wat jullie allemaal hebben gezien op het nieuws. Maar wij, we zitten hier. is echt lastig, hè, om niet te schreeuwen gewoon. Dames en heren, ik raad jullie het nooit aan om voor een andere club te zijn dan voor je eigen. Het is lastig. Want je club scoort, je wil juichen, maar je denkt, ja, als ik juich, dan word ik in elkaar getikt. Hammarby, 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 Twente, Enschede. Wij zijn super Twente. Dat is leuk. Dat is mooi. Goed, dames en heren, good morning, good morning. Wat gaan we vandaag doen? Even een tattoetje erop knallen, de coördinaten erboven. Als het niet te duur is. Waarom? Haha, daarom. Omdat het leuk is, omdat we nog heel hard zijn, omdat we gewoon naar de wedstrijd zijn gegaan. Het voelt nog, ja, ik weet niet, het is nog een beetje in zo'n wolk dat we toch... Dat Nederlanders hier worden gezocht, ze worden geklapt, ze worden opgewacht in het hotel en wij zijn gewoon naar de wedstrijd gegaan. Dus ja, wat zou Adventure Boy niet doen? Gewoon dat we erop knallen. Ik neem jullie mee en we zien het allemaal weer. Haha. Zo, dames en heren, daar lopen we dan. We hebben een tattoo shop gevonden. Eerst bij 4 tattoo shops aangebeld, deed niet open. We hebben nog zelf gebeld, gebeurde ook niks. Dus ja, nu hebben we eentje gevonden. We gaan de coördinaten van het stadion. Omdat het zo'n mooi avontuur was, op mijn arm zetten. Ik weet alleen zelf niet meer waar ik heen moet. We weten dit niet meer. Nou, we gaan het zien. Ja, voor de rest niks te melden. We leven nog steeds. In de hol van de leeuw. I think it's here. Zitten we dan? Dit zijn de coördinaten. Leuk shoppie wel. Beetje wat branden. Ik ga hem daar lang. Ja, ik lang. Nee, dan met Gibson of mag wel. Dan moet je. Zit erop. Zo, jongens en meisjes, ik moet jullie even wat vertellen. Ik werd net gebeld door RTV Oost. Ik heb met hun een interview gehad via de telefoon over de wedstrijd. Nu, het mooiste verhaal komt nog. Wij zijn nog in Zweden. Nu, we zijn hier. Wat heeft RTV Oost gedaan? Heel leuk en aardig dat ze mij hebben gebeld en dat ze mij een beetje aandacht willen geven daarvoor. Een cover in Zweden, maar... We zijn in Zweden, hun hebben dat upgeload, het is gepubliceerd al, het staat al online, maar wij moeten nog met de trein door Stockholm, door hun gebieden, 2 uur naar onze auto, voordat we überhaupt kunnen bewegen daar. Weg van hier. Ik weet niet hoe snel het gaat, of hoe snel ze het zullen oppikken, maar als ze ons zien lopen, dan is het avontuur nog lang niet voorbij. Maar we staan ook vol met onze koppen erop, gewoon vol. Gewoon koppagina, gewoon kopfoto, pad, undercover in Zweden, bij Twente en Hammarby. Mijn tattoo zit er nog steeds mooi op, by the way, maar... Ik hoop dat je het gevoel een beetje kan inbeelden dat je denkt dat je ergens bent, dat jouw supportersvereniging, dus FC Twente spelers worden gezocht, of supporters bedoel ik, en dat jij ook hier bent en dat je gewoon gepubliceerd bent op internet als undercover ook nog. Mensen hebben jou gezien lopen met je camera. Het valt sowieso alles al op. En we zijn ook niet echt mensen die hier zo derde rang burger eruit ziet. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Wordt vervolgd of niet? Good morning, dames en heren. Tijd van komen en een tijd van gaan. Het is nu 5 over 6. We nemen de trein 2 uur lang naar de auto. Hopelijk is daar niks mee gebeurd. Ja, we will see it. Onderweg naar huis. Hutsa, zijn we weer. Een reis van 2 uur overleefd. We zijn nu bijna bij de auto. Ben benieuwd. Hij heeft hier, hoe lang gestaan? 4 dagen? Ja. 4 dagen in een parkeergarage gestaan. 2 uur verder dan onze locatie. 3 dagen. Besef even, ik woon in Nijverdal. Je parkeert de auto in Amsterdam. En dan ga je gewoon weer daar naartoe naar de bestemming. Waar je moet zijn. Zijkant, raam is goed. Hier is die rechts. Oh, nee. Hij staat er nog. Geen lekke banden. Yes. Terug onderweg naar huis. Dag. Ja, dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben weer veilig thuis. RTV Oost Facebookpagina heeft mij iets anders neergezet dan hoe we hadden gecommuniceerd via de telefoon. Maar wat moet je eraan doen? Het staat er allemaal op, het is gepubliceerd. Iedereen vindt er wat van en ik vind het hartstikke leuk. Het avontuur, ik zou het voor geen goud willen missen. Nep supporter, hond, leier. Ben voor alles uitgemaakt. Het avontuur was top. En als je zegt morgen kan het weer, zou ik het weer doen. Wat een adrenaline kick. Het had ook heel anders af kunnen lopen. Maar ja, we zijn er nog. Dankjewel nogmaals om te kijken naar deze video. En ik zie jullie de volgende keer.